Oké, gewoon even een nadenkertje. Je zou kunnen zeggen, I wonder. Dit is Wim en dit is Wim. Zijn allebei schrijven ze teksten. Nou wil jij een tekst hebben. Dan zeg je tegen de ene Wim, schrijf voor mij een tekst. Hij moet daar en daarover gaan. En tegen de andere Wim. Allebei de Wimmen leveren aan het eind van het verhaal leveren ze echt een supergoeie tekst op. Maar deze Wim, die doet er 10 uur over. En deze Wim die doet het in een uur met gebruik van AI. Nogmaals, allebei leveren ze een even goede en even bruikbare tekst op. Welke Wim is nu meer waard? En wat zegt dat dan over uurtarief? I wonder.